Zwijgersche. Het pittoreske dorp op de berg is mede bekend door zijn Zwijgerscher ringelot. Een proebensoort is een stange rond 28, waarbij Jacob Lennarts een voorname rol heeft gespeeld. Hij houde kennis en wist vanuit een wilde, zoere proebensoort een sappige te maken. Joep Boyens schijnt de benaming Zwijgerscher ringelot hebben toegekend. Maar wat is er nou zo uniek aan deze proebensoort? Het hele typische is van dat deze ringelottenbuim die weer uit de wortelstek werden gekweekt. Normaal hebben ze een onderstam, de zetstor en een kweek op en dan 2-3 jaar op zijn. Deze zijn van die scheut, die zie je in de wijshuis. Die scheut die werden uitgestoken, die werden in een kweektuin gezet en na 4-5 jaar hebben ze een boom een meter of 2 hoog en die weer in de wei geplant. Heel erg oneconomisch. 7, 8, 9 jaar voor het ze proeven, Chris. Het geeft dus uiteraard even opbrengst, het geeft dus ook het idee. En ik ben er misschien zelfs van overtuigd en ik wil toch in de toekomst ook eens wat meer studie nog in doen, dat Veer op dit moment rond de 400 buimen hebben. En dat Veer misschien wel de enige zijn in Nederland, misschien in Europa, die op deze manier zo'n groot aantal buimen heeft. Want welke idioot zou zeggen dat de economische beetje verantwoord bezig is, geeft dat doen op deze manier, door de wortelstek. Hoe ze na 8-9 jaar pas proeven hebben. Rond 1960, dat werd er ook te zien, is er ruilverkabeling geweest. En toen is ook de hoogstamboom, dat was helemaal finest. Die zijn helemaal uitgeroeid. Er was zelfs rooipremie op een tijd. En toen waren ook de boeren die waren economisch afhankelijk daarvan. Maar ja goed, vanwege de lage opbrengst, et cetera, zijn die helemaal uitgegroeid. En dat wordt toch zo typisch een Zwijgerse product, dat toch in de jaren rond 2000, dat op een bepaalde wei stingen nog scheut. En daar zijn we weer met begoos, omdat hele aanblik in het begin van het jaar een prachtige bloesem in en rondom Zwijgers om die weer terug te brengen. Dat wordt de primaire opzet. Daarnaast kun je natuurlijk de oogst en hoe we op dit moment mee bezig zijn. En wie is de oogst op dit moment? Aanvankelijk dachten we dat het een hele goede oogst zou worden. Maar wat is gebeurd de laatste 3 weken is het enorm slecht weer geweest voor de proemen. Elke dag regen. Met gevolg dat het geringste wat een proem in het begin is aangetast, die wordt meteen rot. En het blijkt gewoon dat van de helft van de opbrengst, die zijn helaas niet goed voor de verkoop. En die zijn misschien wel goed voor de jam of zo, maar zeker niet voor de normale verkoop. Wie zit hier betrokken bij het vrijwilligerswerk van de Zwijgerscher ringelotten? Ja, ik ben betrokken. Eigenlijk ben ik dit keer het jaar het eerste als vrijwilliger eigenlijk actief geweest. Al de andere keer is dat niet gekomen. En ik ben er eigenlijk bij de stichting gekomen eigenlijk nadat... op een gegeven moment dat cadeau, een boomcadeau heb gedaan ter adoptie ten aanzien van een huwelijksviering van een aantal jaren. En dat wordt heel erg op de prijs gesteld en ik vertelde dat zo rond een beetje aan toen waren vriendinnen, oh ik wil ook in de boom met zich. En nog een andere vriendin die zei, oh ik wil ook in de boom met zich. Dus ondertussen heb ik een aantal buim met een aantal lui heb ik die gewoon geadopteerd. En nu dit jaar ben ik inderdaad bij de vrijwilligers gekomen en ook nu een beetje tijd om het te plukken. Maar omdat ik nog werk, zijn het natuurlijk een aantal dagen die ik maar ken. We hebben een deal met natuurmonumenten. We hebben op dit moment 7 grote percelen. En de grond is van natuurmonumenten. Het gras werd beheerd door de boer met koeien. En we hebben een gebruikersrecht, een gebruikersovereenkomst. De bomen zijn van de stichting. En we hebben met de natuurmonumenten een overeenkomst dat Veer dan deze buim hier mogen gebruiken en ook inderdaad mogen oogsten. Wie ziet er de toekomst van de ringelotten? Want wat ik niet zie op het veld, het zijn allemaal ouderen die aan het plukken zijn. Hè? Dus inderdaad, dat klopt. We hebben in de 60 vrijwilligers, maar dat is hoe elke stichting, elke vereniging toch wel een beetje een probleem heeft. Dat is de vergrijzing. En daar zullen we steeds moeten werken. En de 50-plusser is voor Jos een hele welkome jonge gast. En daar zullen we onze doelgroep op moeten richten. Misschien dat vaders of opa's hun kleinkinderen, verschillende kleinkinderen, zijn die ook aan het plukken vandaag, een stuk of veer. Dat die generatie die ook metgenomen kunt worden.
En misschien moet voor in de toekomst, we weten, verder als wijkhuizen gaan struinen om plukkers te vinden. Maar ja, god, dat zal toch wel lukken, denk ik. Op zich is het gewoon een gezellige, of een paar gezellige morgens. Het duurt ongeveer een dag, 4-5 dat plukken. En smorgens van 9 tot 12, van 9 tot 1 uur. En het is gewoon gezellig. En ik denk toch dat de toekomst dan toch nog wel mensen dat willen doen. Ik vind het wel gezellig, ja. Is het alleen maar gezellig? Ja, gezellig. En een aantal ludische kinderen die ze willen ze even ontmoeten, ze even pruitje maken. Ja, want het is niks lekkerder dan ringeloten jam. Oh,